Hey, Meiden! Daagschend. Hey Lies. Yo Lies. Hallo. Daar zijn we weer. <laughs> Daar zijn we weer. Jij bent tent. As Ik ben tent. Fuck. Nou, het valt zo... echt mee. Nee, sorry. Jij zei net al van, oh, ik heb het gevoel dat het eraf gaat. Gaat niet. Je bent echt een Echt een paar heerlijk. dagen in Nederland en het is weg, hoor. It's giving tanning miss van Sophia May. Oh, als ja. Als je luistert, shout-out naar jou. Och, even ze eentje sturen, alsjeblieft. Wat heerlijk. Ja, je bent echt... <laughs> hoe was het? Ah, oh, het was waanzinnig. Weten mensen dit? Je was maanden lang op reis. Ja, nou, misschien prijs. niet helemaal, maar ik was even weg. Ik was er even tussenuit. Even. Even, even een paar maandjes. Mm -hmm. Nee, ik uh, ben naar Azië en Australië geweest en het was echt... Heerlijk. Ja, ik heb het allemaal gezien. Die ja. Stories. Die het was. De, ik zo. ben ik niet goed. echt. Nee, dat snap ik. Het was echt jaloersmakend. Ik zat op een gegeven moment. Zat ik zelf. Was ik zelf op vakantie. Ja. En toen keek ik jouw stories. En dacht ik. Ja, dat ziet er toch ook wel echt heel vet <laughs> uit. Terwijl dan, lig jij... je zelf, dan lig je zelf. Een soort parelwi, parelmoer wit strand. En dan zie je jouw stories. En denk je. Ja, kut. Ja, maar zij is nu in de jungle van. Ben uh, ik veel. Cambodja. Waar was jij al. Ja, ja, Cambodja ben ik geweest. Vietnam. Borneo. Filipijnen een maand. Stort Australië. Echt. Ja, het was echt gestoord, maar ik raad het iedereen aan om te doen want het was zo lekker. Nou, Vooral ik, ja. deze maanden, weet je wel, januari, februari, maart, dat is gewoon ja, dat wil je gewoon niet in Nederland zijn, let's be honest. Nou, en het is ook best wel rustig. Ik denk als je een freelancer bent dat je weet je wel of überhaupt, ik denk op ieders iedereens werk denk ik. terwijl je echt seizoenswerk doet, maar mm -hmm. het is volgens mij best wel rustig ook. Qua werk. In deze maanden qua werk. Dus dan ja, kun bij je ook niet, beter. Hoor. Oh. <laughs> maar maar <laughs> kan jullie mogen niet op vakantie. Mijn collega's hebben het heel goed uh, allemaal opgepakt, dus uh, het kon. En nu ben ik weer terug en ik had ook lekker. echt zin om weer naar huis te gaan. Ja hè, dat is toch dat op een je een dat we gaat borrelen. en weet dat je dan wel, denkt, en... oh ja. Ja, en weer werken gewoon, ik weet niet, en weer lekker thuis in mijn eigen bed. Oh ja. mijn god, mijn eigen bed, ja, die had ik zo. Is, hoe was dat die eerste avond? Was zo je... lekker. Ja, oh. ja. Oh, ik heb toen zo lekker geslapen. Dus je gaat gaat douches scrubben en dan in ja. je vers verschone ja. eigen bed. Oh, heer, ja, ook al ja. je eigen douche en gewoon al je eigen producten, want jij in backpack, je neemt gewoon heel weinig mee. Alles stinkt. Alles stinkt. Uh. En ook wat je aandoet is gewoon kut. Ik vond al mijn kleding op reis kut op een gegeven moment. Ja, maar je wel. moet ook gewoon. Ik heb echt. Want mensen zeiden ook bij mij op reis. Van, oh, wat doe jij dan voor een living? Toen zei ik dat ik onder andere modejournalisme. Ze keken naar mij. Ze zeiden, jij bent mooi. <laughs> ik had gewoon een dom judge. zwart hemd aan. Ja, ja. En een dom. Ik had echt. Ik negen van de tien keer zo'n voetbalshortje ja. aan. Je doet je hebt geen kracht, je doet nee, makkelijke, makkelijk, luchtige... Luchtig, ja. wat vies kan worden. En gewoon, ja. ja, klopt. Dus ik was daar ook heen, maar ik wilde gewoon weer lekker mijn eigen kleding. En, en wanneer was dit, je terug uh, terug? Uh, vorige week, dus ik ben nu een week je weer bent Nederland. alweer. Hoe was het? Wat heb je allemaal gedaan? In Nederland? Ja. Nou, ik was met mijn ouders lekker naar Tessel. Lekker. Ik heb helemaal niks gedaan, want ja. ik was echt kapot. Ik had natuurlijk vanuit Australië... Van drie maanden ik. reizen was je kapot. Ja, best ja, wel. precies. En <laughs> ging op vakantie, na je vakantie. Even nog, even tot rust, ja. echt tot rust komen. een God, 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 God. Nee, maar die jetlag, hallo, tien uur tijdsverschil. Hè. Ja, had je een hele gestoorde jetlag? Nou, vooral heel veel honger op rare momenten. Dus dan werd oh. ik om twee uur s'nachts wakker echt met honger, alsof ik gewoon een jaar niet had gegeten, weet je wel. Gewoon, ja, schat, leer mij kennen. Sorry, ja. Heb je altijd honger? Altijd. Echt? Ja. Oh. Ik kan nu echt gewoon een bak pasta op. Oh lekker, ik heb best wel zin in pasta, toch? Snap je? Ja. <laughs> dus dat was heel erg wennen qua ja. je, gewoon je klok is natuurlijk helemaal Hele anders. Bar. Je, je lichaam wil ja. op dat moment ontbijt, terwijl dan is het hier avond of zo. Ja, dus het was voor mij tien uur later. Dus ja, als ik zo. ochtends opstond, dan appte ik ook mensen en dan was het voor hun tien, negen uur s'avonds avonds of zo, weet je wel? Dat was heel Stort. weird. Dus ik ja. liep gewoon een dag voor, uh, maar het was echt waanzinnig. Maar hoe is het met jou? Jaloers. Yeah. Um, met mij gaat het goed. Ik was ook op vakantie dus. Yeah. Ik was drie weken uh, in op Sri Lanka. Dat was ook echt een droom. Ja, yeah, Sri Lanka lijkt me ook heel vet. Dat was echt yeah. zo mooi. Dus dat was echt perfect. En uh, sindsdien weer aan het werk. Het is wel weer heel druk hoor. Ik yeah. kom hier dan ook weer als een hysterica Bridget Jones binnen. Met dan mijn jas half uit. <laughs> en mijn telefoon. al die tassen. En dan met mijn mobiel nog helemaal aan. En te trillen. En mails en dingen. Nee, maar maar hallo. Ben geland nu. Hallo. Hou op! Ja, eindelijk! Jij hebt gewoon letterlijk Hou op met mij. Ik heb Isabelle. Van je leven gehad. Ik heb Isabelle Queen, hey, Die heb ik geïnterviewd. Dat ja, was heel oh, erg leuk. Hi. En de fucking shoot van mijn Ja, sorry, de jeugd. Hou op met maar mij. Dit is zo In van. het nieuwe nummer. het vet. Ik vind het waanzinnig. Echt? Al oh, wat lief. Ik wist natuurlijk dat jij dit kon. Maar het is echt nog beter geworden dan ik dacht. Oh, dat vind ik heel cute. Ik vind dit echt. Ja, ik ook. Ik leef. Oh. Maar dat nee, is natuurlijk... Normaal. Het is ook art direction. Snap je? Als in, ja. ik schiet de foto's. Maar het is ja, natuurlijk ook okay, hoe het, het is in het platform wordt... Het is absoluut teamwork. Maar jij hebt wel gewoon de foto's gemaakt. Ja, doodziek. Ik Tot vind wel. dat echt Wat vind je gestoord. er zelf van? Want het ja, is er sowieso heel een mee. helemaal nieuw nummer. Heel goed. Ja, ja, oprecht. Ja, als in, het is natuurlijk een soort van... Dref die praat over Drift. weet je wel? Zo van, we zitten hier voor Linda meiden en we praten over Lindermeiden. Je mag niks anders ik zeggen. Ik mag niks anders zeggen, maar oprecht. Ik heb dit zelfs ook tegen Manny gezegd, gewoon in real life. Ik vind het zoveel Oeps. Mike kapot. Gelijk kapot maken. Alles kapot. Ik vind ja. het zoveel beter dan wat het was en ja, dat klinkt ja. raar omdat ik vond dat al heel cool. Ja. Maar dit is gewoon echt, dit is een soort verzamelobject nu. Dus dat qua dat en dat we is ook, ja. ja, maar dat is het verschil. Dus zeg maar ja. die cover die er wat harder is en dan die wat dikker en ja. dan die shoots en zo. Het ziet er gewoon echt bijna uit als een soort van koffietafel. Dit ook Ja, maar, met, maar dat uh, is Numidia. ja, dat is gestoord. Nee, ja, die is vet hè. Oh, met met uh, AI. Ja, nou, cool hè. Dus ik was echt oprecht um, Mega blijf verrast. En het is ja. dan ook een eer dat ik meteen in het eerste nummer ja. sta met, ah, met Isabelle en dan met de Ja, ja. Ook, Maar dat is het. Leg hem ook echt neer. Ik vind hem ja. ja, ja ik weet het niet. Ik mag natuurlijk gedaan. ook niks zeggen, want ik werk hier. Maar nee, ik maar vind meer het van. En aan. ik vind dit dus, um, en dat is het laatste wat ik over zeg, want anders lijkt het echt alsof ik hier betaald voor krijg. <laughs> I wish. Maar dit, dat simpele ja, beeld, dat één werkt, titel hè? of weinig, dat vind ik dus eigenlijk veel mooier. Want normaal is het. Blablabla bla bla over ja, dit die en dit and die and die, ja. en dan daar nog een stukje en dan Isabelke van, nou en de jeugd, ja. weet je wel, dit is gewoon rustig, dat ja. werkt veel beter. Nou vind dit ik. wil je neerleggen, het scheelt niet, het ja. is gewoon mooi, Aesthetically, gewoon alles Favoriete is. de kleur, dus ik ben down. Ja, I love it. Oké, okay, we gaan door met het uh, onderwerp van de week. Uh oh oh. Vettisch. Ja, hou op. Ah, ik ja. wil hier zo met jou over hebben. Want wat is jouw fetish? Sorry, ik heb geen ik, Dat fetish. geloof ik niet. Oké, okay, maar ik nee, weet niet wat it. het is. Heb jij een vettisch? Waar word je hot van? Waar word je warm van? Nou gewoon een knappe guy. Ja, wie niet. Maar meer van, ik zit volgens mij ook echt als een gebochelte hier zo aan, aan voor die mic zo. Maar nou ja, jullie genieten er maar van, jongens, sorry. Maar um, hoe kom je, nou, je dat achter hoe vet is? Even serieus, je nou, hebt okay. het toch of je hebt het gewoon niet. I mean. Ja, maar kijk, je hebt voet. Nou, ik haat. Ik heb liever hoeven. Sorry, ik vind voeten het goorste wat er is. Maar dat is ook is. pony vet is. <tus> Oh, ponyfetish. Ja, die heb ik. Oh. Nee, ik vind voeten het aller, aller, allergorste van de menselijk lichaam. Meen ik serieus. Echt? Als ik voeten oh, nee. zie, als voeten in mijn buurt komen, ga weg. Ja, andermans voeten wel. Ik vind mijn voeten echt heel mooi en schattig. En poezelig. Mm. Cute. Ja, nee, Ik echt, ik voel die druif nu alweer omhoog komen. Maar ik kan niet <laughs> tegen voeten, dus ja. dat heb ik totaal niet. Um, ja, wat heb je nog meer? plus seks. Uh, ja, tot okay, aan ja, ja. iemand... Ik, kostuums, mensen vinden het dus hot. Mannen in pak of kostuums. Oh, ja. Dat is mijn fetish. Sorry, in mannen in pak, ja. wat in de Zuidas? Dat wil ik. Ja, oh, ja dat een wist man ik. Mannen in pak, driedelig ja. pak of tweedelig pak. Of kostuum. Dus zeg maar, maar politieagent. Oh ja, je houdt van een soldaat, beetje dat play... Hoe noem je dat? Nee, maar dat hij het echt is. Oh, real life. Ja, ja, dus als, ja. jij in, als jij wordt opgepakt dan ja, dan ja, ik ga oh, niet zeggen: oh, me. zuster, wat doe je nu? Zeg maar dat ga je. Nee, dat gaan we niet doen. Maar. Prik, iemand, me. Ja. <laughs> Zo, klaar ben je nu alweer. Oh, wat doe ik hier. Ja. Um, Okidoki. Nee, dat is niet Maar um, het is gewoon, dat vind ik hot. Dus iemand, echt iemands baan. Ja, oké. Okay. Waardoor je een kostuum. Ja, maar dat is een beetje proberen, een statusbaan, basically. Ja en nee, als in, als je gewoon een uniform, kijk, als je een hele hot uh, fabrieksoutfit draagt, <laughs> vind ik het ook hot. Het is gewoon een uniform. 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 Oké. Okay. Dat is wel, ja, is dat een fetish? Ik weet het niet. I don't maar de, know, maar toch, we maken in, het. Zakenman, zaak, ja, dat, dat ja. denk ik dan wel. Ja. En voor de rest, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Want wat, wat is er allemaal nog meer? Ja, je meer? hebt leer natuurlijk. Mensen houden van leerfondage. Leerlatex, dat bandage. Uh, maar ook, ik zag dus dat H-spray. Oh, ja, BDS, BDSM. Ja, BDSM, Dat ja. mensen gaan slaan. Ja. Als ik word geslagen, ik sla je terug. Gaat ja. het? Ja, ja, natuurlijk. Sorry. Ja. Nee, dat gaat er dat echt niet gebeuren. Ja, dat wordt gewoon fitty. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ik zag dus age play of zo, of wat was het ook weer? Ja, ja, nee, dat vind ik dus echt niet nice. Is dat als maar... een luier omdoen of zo? Nou, het is dus zo dat ze, uh, het is een rollenspel, dus ook dat je een andere leeftijd voordoet. Maar ik zag dan dus twee mensen en die deden dus jonger voor, dus als kind, een beetje kinderen. Maar dus ook seksueel, ja, daar ga nou, echt ik echt kapot slecht op. Ja, ik ga daar heel op. beter. Ja. ja, I know. Oh nee. En respect hoor. Nee, maar... geen respect. Sorry. Ja, doe even 18+. Plus. Je speelt maar ja, een student nou in plaats een van een kind. Ja, dat een beetje van, Eeuw, weet je, al seksueel nee. en zo. Nee. Eeuw. Maar ja, nee, niet fijn. Ja, je hebt dus oh. ook een luierfetish. Dus letterlijk mensen die dan een baby willen spelen of dan dus ja. in luiers rondlopen. Of maar in is bed dat hangen. seksueel ook? Want fetish ja, hoeft niet altijd seksueel te zijn. Ja, soms ook. Mij. Ja, het kan allebei. Dus ja. er zijn inderdaad mensen die het gewoon hot vinden om een luier te dragen onder hun outfit. Maar dus <laughs> Dat ik hier ineens zo zit. Ja, dat ik zo'n ja. kastie luier aan heb. Zo'n kontje. Ja, zo <laughs> so cute. Um, dat ze, Eel, dat maar, kun doe je we hebben. Wat maar... zit ook in een luier? Gaan ze naar de wc? Wat denk je? Ik hoor niet goed. <laughs> ik hoor niet goed. Ik krijg een wegtrekker. Oh my god. Maar even nou, serieus. Ik denk het wel. Ik denk dat ze dan gewoon een nee, full dat experience kan echt willen. Niet ja, als natuurlijk. Maar persoon. je gaat toch niet hem dan afdoen en dan weer zo. En dan weer aan. <laughs> en dan weer aan. En dan weer een soort van dan zit je met je poep lekker zo op achter je bureau in je luier. Like, mm -mm. Nou, dat Misschien echt is dat niet. oprecht part of the experience. Oh, mijn god, ik ga zo anders naar mensen oh, kijken door, niet nu. goed, ja. Ik vind <laughs> het ook. Mensen zijn echt het raarste, het raarste wezen dat er bestaat. Ja, echt. Maar dat, dat vind ik inderdaad een ding. Ja. Of inderdaad, echt wat je zei, roleplaying, maar ook bijvoorbeeld in zo'n bunnypak. pak oh, dat ja. mensen dan in zo'n soort carnavalspak of in een bunnypak pak of, of weet ik veel. Dat is gewoon echt zo'n. Ja, hoe noemen we dat nou? Van die mensen die dan naar zo'n comic con gaan. Ja, oh, comic -con, die in yeah. die outfit met elkaar ja. oh, gaan wippen. Ja. Maar ik heb ook wel eens gezien dat dan. Hoe heet dat nou? Dat iets van ponyplay pony zo. Play. Ja, en dan ja. gaan dus mensen toch als paard. Ja. En, dan, en dan heb je dus de mensen die op het paard zitten en, en die gaan dan in een bos afspreken. En nou. ja... Of zo'n dogplay, dog dat je gewoon... Dat is BDSM, dus als je iemand zeg maar oh, ja, uitlaat, ja. die dan moet kruipen zo. Oh mijn god, ja. Maar het zijn ook altijd gewoon van die zakenmannen, ik toch? Die dit, dan... Ik loef dit goede informatieve gesprek. Ja, letterlijk. Ik ja. Kan dit, ik zoveel op, van leren? Dit was het nieuws. <laughs> maar maar die is... zakenmannen, die dan die willen altijd geslagen worden. Ja, o, dit is een ding. Die gaan altijd naar die vrouwen toe en ja. die dan... Uh... Ja. Want Julia Fox, zeg ik dat goed, zeg maar ja. die ex van Kanye, ja, ja. die was dus een tijd ook een BDSM-meid in uh, New York. En die zijn inderdaad, de hele, daar is dat dan, um, al die zakenmannen, die daar, waar, hoe heet het oh, weer? Wall Street. Wall Street, ja. Al die Wall Streeters, die gingen die daar kamerams. dus naartoe, die, die willen gewoon afgetuigd worden, want ze zijn de hele dag zijn ze in charge. Ja. Dus zeggen, dit, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. En, en vaak zijn deze. dat de mensen die dan in bed een soort van... Ja, Ja, ja. Le maar het zijn ook altijd die stille mensen, die stille meisjes stille die niks zeggen, die, die zijn crazy oh. in bed. Ja. ja, dat geloof ik graag. Ja, 100%. procent. Wat heb jij gedaan qua fetish in bed, waarvan je nu denkt, was dat een fetish of was dat gewoon gezellig? je had een vriend toch of niet? Nee. Oh, single. Ja, ooit. Ja, <laughs> je ja, had. Ooit ja, wel nou dat Klopt ja. het op zich wel? Nee, nee, ik ben single. Maar jij hebt niet een soort jaar. van in de afgelopen vier jaar dan iemand boemtje wauw-out dat je dacht. Um, nee. Of Achteraf recht, pas. Van, ja, ik zit even hmm. na te denken nu. Of diegene, dat hij inderdaad je poezelige voetjes zag en dat hij dacht. Mmm, nou, zo, so, als Smash. iemand op mijn steen zou gaan likken, dan zou ik hem echt een trap geven in zijn gezicht. Doe normaal. Wat zou je dan doen? Nou, ik vind dat zo. Kijk, als Stel iemand je ligt voet daar aanraakt, zo naakt op bedgezelie en iemand die nee, komt in je Nee, Maar dat op, vind ik helemaal niet voeten, fijn. Ik zou rennen. <laughs> nee, dat kan echt niet. Oh. Maar ik, oké, okay, no offense, maar ik ga ook niet met dat soort mensen naar bed. Dat weet je niet, schat. Nou, je wel, dat kan de hele inschatten. Nee hoor. People are crazy. Ja, oké, okay, maar. Ja, je weet het niet. Plus, als in, oké, okay, want we, ik zit nu echt. Want ik haat gewoon persoonlijk voeten, mensen, sorry. Maar het ding is. Ik vind het smerig. Ja. Voeten. Ja. Niet per se dat je een vet is. Nee, nee. Iedereen nee, nee. leeft en uh, laat leven, zeg ja. maar, <laughs> zeg ik na een hele rand. Maar um, voeten is, gaat voor mij gewoon, sorry, echt gewoon een stap te ver. Ik vind echt. En ik, wat uh, niet? Wat mag wel? Ja, ik zit even te denken. Ja, niks met lichaamsappen en niks met uh, voeten. Is lichaamsappen en... En echt het goorste woord wat er is? Ja? Lichaamsappen? Huh? Ja, wie de fuck zegt dat? Ik. Godverdomme. <laughs> ja, maar anders moet ik heel <laughs> erg een soort van poep ja. ja, dat vind ik smerig, dus dat hoeft voor mij niet. Smeri. Maar wat is dan zeg maar echt iets. Ja, ik zit even na te denken. Ja, misschien dat ik op een gegeven moment, stel je zit 20 jaar in een huwelijk en dat ik dan tegen mijn vent zeg, nou schat, sorry, maar ga jij, speel jij maar een zakenman. Snap ja. je? Een soort van toch rollenspel Misschien ja, dat. Dan, ja. Dat ik dan naar de carnavalskleding, <laughs> weet je wel, carnavalswinkel, en dat ik dan een soort van een of andere hysterische outfit, dan ja, ben ik ineens ja, ja. arts. Ja. Dan ben ik de dokter. Ja. Zoiets. Nee, dat zou op zich nog wel een vibe zijn, denk ik. Ja, ik weet het oprecht niet. En ik denk met fetish, je hebt het of je hebt het niet. Ja, sorry, ik heb het gewoon, denk ik. Ja, maar niet. of je of hebt het gewoon nog, nog niet ontdekt. Exact. Maar ik zou god niet weten wat het dan zou zijn. Nou, ik kan jou vertellen toen ik over de Zuidas zat te rijden. En ik op een gegeven moment. <laughs> <te laughs> met de met scooter, ja, I wish. <laughs> en um, uh, allemaal mannen in pak zag, dacht ik ineens. Wow. A whole new world. Ja, ja. oké. Okay. Het ging er helemaal een nieuwe wereld voor. Ja, world, ja op, echt. Hè? Toen dacht ik echt, ik moet gewoon. En ik moet net doen alsof ik dit leuk vind. Alsof ik hier ook wil werken. Oh, ja. Advocatenkantoor, hire me. Ik ga wel een soort. Deed van de je nou virus... nog? Heb je, heb je gedate in de tussentijd? Wil je. Oh my god. Oh Gaan ja. Ga ik het zeggen? zeggen? Ja, tuurlijk. Luister dan. Ja. Een half jaar terug was mijn één na laatste date met een überhaupt iemand yeah. die bleek gestoord. Was die guy van Move, van Move Guy? Ja, waar ik op de stang. Ja, 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 ja. Gestoord. Oh, hij was eng, oké. Okay. Ja, doodeng. Vet is guy, ja. Nee, ja, <laughs> <laughs> Nee, niet eens maar gewoon emotionally unavailable. Oh ja. Toen Dat dacht ik niet. na een paar maanden, weet je wat? Commitment issue, hoi. Ja. Toen dacht ik na een paar maanden. Hmm, wie is dan nog meer? Was, is er überhaupt nog iemand op de wereld voor mij? Heb ik weer Hinge aangeslingerd? Nou, oh, dat God is sowieso ver... nooit een goed idee dat nee. online gedate. Toen kwam ik op een gegeven moment een maar guy er nou al tegen. Ja, ik ook. Er was dus een guy, 2,5 meter. Vijf. Oh ja. Breed. Dus niet zeg maar lange van 2,5 twee meter, twee meter, meter, meter breed. Vijf, maar breed. Gewoon hot. <laughs> ja. En toen dacht ik eerst, oh knap. En hij had we wel een paar dingen dat ik dan. Ik weet niet helemaal of dat mijn type is, maar prima. Ja. Toen uh, gechat, was heel gezellig. Toen heel snel afgesproken, gingen we voor wijn bij een bar in de pijp in Amsterdam mm. uh, gingen wat drinken en dat was allemaal heel, heel helemaal leuk en dan op een gegeven moment een beetje aangeschoten tipsy en toen gezoend. Toen dacht ik oh huh? misschien is hij wel cute. Ja. Daarna wilde die niet. Tweede keer uh, dat was de eerste keer dat hij dat voorstelde. De tweede keer stelde ik een cafeetje voor van oh misschien kunnen we daarheen. Zei die nou ja ik wil eigenlijk niet drinken. Zullen we koffie doen en dan nog gewoon een rondje grachten. Toen dacht ik nou okay. dat vind ik eigenlijk ook prima ja. want als het leuk is is niet leuk. Zuipen, ja. Je hoeft niet altijd te zuipen is fine. Ik kwam daar. Binnen 10 minuten ging het over zijn trainingsschema. Oh. Dat hij daarom niet kon drinken. Oh. Hij zei: Ja, ik voelde het al in mijn spieren de dag na onze wijn. Toen dacht ik echt: Je had drieënhalf oranje wijn op. Gaat het? Oh, Sit down. Sorry. Ja, ja, ja. Ik voelde het in mijn spieren. Je geniet er maar van. Ja, sorry. Het <laughs> is toch gezellig? Ja, nee, ja nee, ik, ja, kan ik wil niet smaten. meer drinken. Uh, Oké, okay, nou is goed. Um, en niet om te shamen als je niet drinkt, maar meer van: Shit. Ik voel het in mijn spieren ja. rot op. Nee. Nou, dus het ging in de eerste tien minuten over zijn trainingsschema. Heerlijk ik het in mijn spieren volg ik helemaal lekker. Uh, snap je? <laughs> lekker. Dus in de eerste tien minuten ging het over zijn trainingsschema. Oh, dus toen zei hij ook: Hierna ga ik naar de JM. Uh, nee. Ja, en het ergste komt nog. Weet je wat hij vreet per dag? Gok is. Ik weet het niet. Tien. Tien hardgekookte eieren Huh? eieren per dag. Maar uit het vuistje? Gadverdamme. Ik heb gewoon weer kippenvel. Eeuw. Huh? Sorry. Oh. Gaat het niet? Ik ga nee. lekker ontbijt, lekker kwark. Daarna eww. lekker lunch, toast. Weet ik veel. S'avonds gewoon een normale maaltijd. Hij vreet er nog tien hardgekookte eieren doorheen. Gadver. Waar laat je het? <laughs> Plus, can you imagine de lucht? Ja, eeuw inderdaad. Wat in de lucht? zo erg. Eeuw. Dus dan heb je hem gedumpt. Nou, op een gegeven moment na die date toen hadden we een rondje gemaakt en ze had ik vragen te stellen, ik kwam geen vraag terug. Toen dacht ik op een gegeven moment echt: Ben jij niet weggerend, man? Ben jij wel goed? En toen dacht ik: Ja, weet je, zie je, het, uiterlijk, je kan je wel 2,5 meter vijf zijn, hot, maar je bent niet Zegt goed. Zeg zo niks. Nee. Nee. En ik moet, ik moet gewoon echt een bourgondiër. Ja, sorry, ik heb liever ik iemand ook. die nachos vreet op het terras met ik me dan ook. dat ik ook. lekker uh, biertjes drinkt. Toch? Ja, 100%. Oh, als ik toch heet gewoon Ja, ik heb het al vaker gezegd, <laughs> maar dan was het zo makkelijk geweest. Godzila, ik heb ook echt zoveel leuke single vriendinnen. Ja, maar denk, schat, het is helemaal hoe niet makkelijk kan dus. dit. Het is hoe oprecht, dit? oprecht, daten tegenwoordig is helemaal kut gewoon. Yo. Iedereen heeft issues <laughs> ook. Niemand kan committen. Oh, niemand kan committen. <laughs> kan jij committen? Ja, ik ben wel ready om te committen. Ja? Ja, denk het wel cute. Oké, okay, nou, voor wie luistert, bel naar tent. Ja, maar dat is, dat is good to know van jezelf. Ik denk ook wel dat ik... Maar ik val wel altijd op de guys die niet kunnen committen, hoor. Dus ik heb ook issues in, basically. Ja, omdat je dan weet van, zij gaan het toch niet doen. Precies. Ja, ja, ik word niet goed. Ik vind dat zo'n gezeik. En plus ook, ik denk ook, als je in de stad woont, is het ook weer anders dan als je, weet ik veel, in putten woont. Niks ja. in nadelen van putten, maar meer van dan heb je gewoon minder keuze ook. Als je daar blijft ja, en dan een beetje in de buurt had het hier zoekt. Ik met mijn ouders ook over, weet je Vroeger was het gewoon ja, je buurmeis of je buurjongen, weet je ja. Daar ga je gewoon mee eindigen. Ja. Zij hadden het gewoon heel easy. En wij hebben gewoon ten eerste al die freaking apps. Ja, oh. Je kan met keuze. iedereen. Ja. Niet eens uit Nederland, maar ook gewoon all over the world kan je daten, mm. weet je wel. Het is ook nooit soort van goed genoeg. Iedereen kijkt verder en wil zich niet ja. dus binden eigenlijk. Want die wacht maar af, wacht maar af, wacht maar af. Dat is ja. inderdaad ook een ding. Als je dan denkt, hij is bijna perfect. Ja. Maar hij vreet tien hardgekookte eieren per dag. Ja. Dus klaar. En dat nou, was niet dat... de reden, maar meer van, snap je? Dus, ja. Maar dan kan dat een reden zijn om te zeggen. Ja, sorry, doei. Ik zoek weer. Maar naar eigenlijk de slaat het natuurlijk nergens op. Want ja, misschien over een jaar eten die, weet je al, tien hardgekookte eieren wel niet meer. En is het nog steeds, weet je wel. Ja plus misschien denkt hij oprecht die het nodig heeft voor zijn spieren. En ja, wat wil je? Wil je dan iemand die gespierd is en zoveel eieren vreet? Precies. Vreed? Of dus het is ook een soort van. Het is gewoon lastig. Af, ja. het is, maar dan is het dus ook weer kut omdat je gewoon kan daten en dan kan denken: Weet je, hierna wil ik gewoon uh, iemand anders. En dan ga je weer heel iemand anders vinden en dan is die toch ook niet helemaal goed en dan ga je weer door. Oh. Ja, maar en ik denk ook van op een gegeven moment in een relatie, weet je wel, dan groeien je ook naar elkaar toe. Ik bedoel, het hoeft niet vanaf moment één perfect te zijn. Weet je wel? dat kan Gaat niet. Gaat dat kan bijna niet. En ik ken genoeg relaties, die mensen die passen <coughs> echt niet bij elkaar, weet je wel, maar die, ja. die blijven wel bij elkaar. God ja. knows why. Maar ja, omdat ze bang zijn alleen te blijven. Ja, dat is echt ook een nou, ik denk liever alleen dat... dan in een relatie met iemand die ik, nee, Ik denk of... de hele tijd, waar moet ik de tijd vandaan halen? Moet ik ook nog iemand een soort van zien uh, te strikken. Uh, strikken? En daarna ook nog dat helemaal al daten. Allemaal daten. En dan op een gegeven moment zit hij op de bank. En dan heb ik s'avonds nog een shoot die uitloopt. Ja. En dan gaat hij appen van waar, waar blijf ja. je? rot op. Ja. Ik ben, dat is wel een ding. Zeg maar, ik ben zo senang met mezelf. Ja, en same. ik heb het zo erg naar mijn zin nu dat ja. ik denk. Als, dat is oprecht ook een reden waarom ik dan niet meteen nu hak op de tak op iemand anders dan maar afstap. Nee. Je moet van ziekelijke huis komen. Wil je bij mij nu. Ja. Snap je? Wil ja. ik ruimte maken om met Zeker. je te daten en dat maar te gaan doen. Maar ik denk ook, voor het, want het moet gewoon een aanvulling zijn in je leven. Exact, niet weet wel? En, en Dat is echt. Ik denk, die guy die jou dan gaat appen, yo waar blijf je? Kom naar huis. Ja, rot op, man. Sorry, gaat Doe normaal. Niet. Maar stel, stel ja. iemand maar die doet dat, dan ben ik al klaar. Ja, tuurlijk. Dan ben ik oprecht al klaar. Ja, nee, maar oké, we zijn nog is het Oh ja, sorry. Oké, okay, ja. dus als jij een fetus zou hebben, of nou die heb je dus eigenlijk hier wel, dan is dat... Zakenmannen. Zakenmannen. Zuidas, bel mij. Ja, oké. Als iemand dit hoort... Die een pak moet dragen voor werk. Ben je minstens 1,85 is... <laughs> Bel mij. Oprecht. Sorry. Ja, Wat oprecht. in de ja, ik snap je. Ik snap je. Maar wat ik dan... ook, oh, sorry. Nog heel kort. Ja. Maar wat ik dan dus ook weer raar vind is dan... Ik val dan dus op dat type. Ja. Maar ook en ik andere uitersten. En ik draag ironisch gescheurde truien. Dit hoort. <laughs> met ringen. En hysterica. Maar ik vind dat juist wel weer passen ook. Een ja, maar ja. Van... Past dat dan? Ja, want dat is een beetje zo ja, dat het te tegenovergestelde van ja. elkaar, toch? Ja, misschien ook wel. Een soort yin-yang. Ja. Nou ja, wellicht. Nou, bel, bel. <laughs> oké, okay, we gaan naar het volgende. Oh uh oh. Hoe deed ik het? Er een leuke vraag ingestuurd gekregen. Ja. Even kijken. De seks met mijn vriend is vrij eentonig. Uh -oh. Ik wil graag wat meer uitproberen en heb dit al meerdere keren gedropt, maar er verandert niks. Wat moet ik doen? Dus ja. Ga weggaan, run. Ja. Nee. Maar het is je vriend. Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee, nou dit is dus, hallo, het verschil tussen, oké. Okay, seks is kut, doei, ik ga op zoek naar iemand anders waar het fireworks is of ja, je gaat eraan werken. Precies, en als je een vriend hebt, soort van, ik bedoel, de seks is, ik heb ook best een lange relatie gehad, de seks is niet altijd. On dat fire. kan niet, je kan niet altijd nee. een soort van bunny hop uh, van die batterijkonijntjes zijn die helemaal soort. Nee, dat dat, kan dat niet. gaat ook op een gegeven moment weg, weet je wel, ja. in het begin ben je nog helemaal hotelboot... maar op een gegeven moment gaat het weg, maar oké, okay, ik Dan snap wel... Dan moet je naar wel. de carnavalswinkel voor een artsenpak. Precies. rollenspel. Nee, maar als je, als je gewoon al een paar keer hebt gedropt van... Yo, ik wil even wat ruigere, Of weet ik veel ruiger. Gewoon in ieder geval... Even meer fluff Meer erin. vuur. Ja. En hij doet niks. Ja, what the fuck. Nou, maar dat is het ding. Zeg maar mijn adviezen zijn... Zeg het. Als iemand ja. zegt... Hoi, het seks is... Dan is het... Zeg ja, ze het. en het gaat dus de... ze heeft het dus wel al gezegd. Ze heeft het dus al gezegd. Dus dan is het van... Oké, okay, wat moet je... Gaat ze dan... Moet ze dan naar de sekswinkel... Nou, ik zou Spullen misschien kopen. nog meer hints droppen... Weet ja, maar op een gegeven veel. moment denk ik, ja, ben je, ben je dom? Koop een gewoon... seksboek. Ga startjes nee. proberen. Oh, een seksboek. Hoezo? Nou, je kan wel, ik zou wel, zeg maar, als je het samen wil opfluffen. Ik weet ook gewoon van stelletjes, die kijken dan samen porno of zo. Ga gewoon of dat doen, of koop shit van een seksboek. Heb je dat, seks... je dat eens gedaan? Samen nee, porno gekeken? Nee, want ik heb ook geen oh, nee. nul relatie. Hoi. Oh ja. <laughs> Grapje. <laughs> um, dus... Dus ga dat doen. Ja. Ik ben altijd de beste in liefdesrelaties. Ja, vreemd, ja, ja terwijl... maar nog nooit. Maar dit nul. zijn altijd mijn vriendinnen ook, ja. die dan al heel lang geen relatie hebben gehad. Dus het en gewoon nul ervaring. Helemaal... Ik ben helemaal die dokter Phil. Ik ben echt Dr. Ja. Rossi. Ik zit er tegenover oh, mijn vrienden en ik zeg dan: Ja, dit moet je doen. Het is wel geen idee. Nieuwe? Ik, ik deed nooit een nieuwe video. Idee. Hoe het heet? Videoserie. Dr. Dokter, dokter Rossi. Dr. Steiny. Dokter Stein. Zo'n vibe. Ja, ja zo'n vibe. Maar ik zou dan oprecht zeggen: ga naar een sex shop. Haal wat shit. Spice it up. Dat zou en zeg ook gewoon, joh, het is saai. Stop die vinger in zijn reet. Stop die vinger in zijn reet. Sorry, elke heteroman man vindt het uiteindelijk ook rot. Oh, Weet je, wel, die zijn allemaal van bang dat ze dan, als het, als het leuk is en als het kietelt, dat ze zeggen. Misschien ik niet. Nee, je vindt het gewoon, dat is, daar zit uh, G-spot voor mannen. Dus mm -hmm. daar kun je heel zielig over doen. Douw gewoon die nepnagel erin. <laughs> en het breekt ook gelijk af en dan zoeken. <lacht> <lacht> het niveau van dit gesprek weer. Waarom? Oh, uh, ik moet echt opgesloten worden. Ik kan niet meer. Heel allemaal een poep onder je nagel. <güls> nee, sorry. Nee, maar dat kan je schoonmaken. Dat kan je schoonmaken. Oh. That's the only thing I know. Ja, oké, okay, maar dat weten hetero mannen niet hoor. Dat weet iedereen. Nou, ja, daar kan eel, wat uit. Ik, ik ben hier een jaar geleden achtergekomen dat mensen dit doen. Wat? Spoelen? Ja. Nee, schat. Jawel. Nee. Ja. Nee, oh, uh, hey, hetero's onder ons. Please, spoel van tevoren. Ja. ja, ik wist dat niet. Oh my god. Ja, I know. Maar dan heb je alles schoon. Ja. Volgens mij moet je er niet ja, elke okay, dag maar maar van anders je, je darm altijd vooraan. Mee. Aan, maar ja. Ik heb het nog nooit raar, maar meer van. Dan denk ik van, oké, okay, maar dan bespreek je dus af om aan na de... Se voor hetero mensen, weet je wel. Van, bespreek je af om aan na de seks te hebben. Ja. Wacht even hoor, ik ga even spoelen. Dat is toch helemaal geen vibe? Nee, poep op je pik is een vibe. <laughs> ja, sorry, Op een gegeven moment moeten we door. Ja, als in ja. het is ook geen vibe om dan te ze zeggen, wacht even en er een connie poep omheen te duwen. Je snap pik. je? Als in een soort van een condoom eromheen jassen is ook niet per se, want dan ben je in de moment en dan moet je ineens zo ja. van, wacht. Ja, dus, maar dat hoort erbij, sorry. Ja, ja dan nee, dat jullie is maar, waar. Een soort van jullie genieten er maar van. Dan poep je maar nooit meer. Dan poep je maar niet meer. Als je nee. weet, het is een date op zaterdag, dan vreet je gewoon vanaf donderdag <laughs> niet meer. <En> grapje, <laughs> jongens, grapje. Oh my god, we kika cancelled. <laughs> kika cancelled. Um, nee, okay, maar maar spice dus, zou it up. Ja, wel en misschien speeltjes kopen of zo of whatever. Oh, er zijn ook van die dingen voor mannen, dus misschien dat hij dan, want misschien heeft hij gewoon echt geen idee en vindt hij het nee, gewoon prima dat hij denkt, ik ben weet even. weet niet wat hij moet doen. Ja, of hij weet niet wat hij moet doen, of hij ja. denkt, ik ben gewoon een hangs even vijf minuten en daarna is klaar, weet ja. je wel, dat hij ook gewoon zelf gewoon denkt, nou, top. Voor mij is het goed. Voor ja. mij is het goed. Ik ben sluus nu, ja. nu, terwijl ja, het dat kan, soort er kan ook veel. Het. Oh my god. Zo van en and quit it. Doe normaal. Sorry, gaat gaat het gaat nou niet om jou. Nee, het gaat om maar mij. Dat, ja, nee, oprecht. Ja, ik vind echt ja. dat die orgasme-kloof tussen vrouwen, dat is een aflevering. Wow. Gestoord. Daar gaan wij het volgende keer wel even over hebben. Toch? Ja, ik blijf dat nee. gestoord vinden hoe dat ja, kan. Ik, ik denk gewoon, oh mijn volgens mij, want lesbische vrouwen, die hebben echt nauwelijks een orgasme-kloof. Want die zorgen gewoon voor. Die, die gaan door totdat. Scharen tot ze er maar neervallen. Ja, maar... Het, <laughs> totdat het klaar maar is. Maar zij weten natuurlijk ook veel wat, 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 wat <clears throat> werkt. Ja, Exact. Als in, ja, maar ook het is ook oefeningbaard kunst. En ja. ik vind wel in bed moet je gewoon eerlijk zijn. Want je kan wel ja, een soort klopt. van elke keer klagen bij je vrienden met hij is zo slecht. Of weet je, la, 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 of hij doet niet dit of hij doet niet dat. Maar het zeg gaat het. tussen jullie. Ja. Het gaat tussen jullie maar zeggen. Dus, ja. dus zeg maar, ik snap het dat je dat wil bespreken, maar... Maar zeg het dan ik ook tegen wel, je vriend, wat anders kan. Als je wat jonger bent, zo, dan durf je dat misschien ook niet zo aan te kaarten, snel weet je wel. Ik ja, bedoel, als je ja. wat ouder wordt en, en je hebt meer ervaring ook zelf en je ja. weet wat je fijn vindt, dan durf je dat wel sneller aan te kaarten, denk het ik. Ook, het is ook een soort van hoe je het, de manier hoe je het zegt. Dus ja. het is ook als je um, inderdaad jong bent, dan snap ik het ook. Of als je een one-night stand hebt, dan snap ik ook dat je niet het soort meteen helemaal. Nou, inderdaad, van, met een one-night nee, dan stand. Dan even een review. Ja. <laughs> Even erbij pakken, hoor. Nou, dit Eén één ster. Ja. <laughs> oh, hey. mijn god, dat zou echt wel Dat waanzin. je gewoon net als al die nee, sportklassen die je dan kan reviewen, je dan dat maakt. je gewoon dan een lijst opstelt met één ster. Dit ja. kan er beter. Oh. Feedback. 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 Opbouwende feedback. Ja. Dat is best, sorry, is best Zo. handig. Stel je dat je dan gewoon een appje naar die guy stuurt oh. van. Even wat opbouwende oh. feedback. Huilen, voor de volgende hij keer. zou echt. Hij, ja. Nou, hij is dan gewoon forever... Uh, hij wordt echt celibatair. Ja, maar ook wel weer goed, weet je Ik kan er wat van leren. Ja, dus het is wel... It's the, het is goed bedoeld. is de music of de notes that make the music, weet ik veel. Ik ben oh, ook leuk. Echt, snap je? Het je? Het ik ja, kan gewoon geen, ik snap geen gezegd, het heel. Dus waarom probeer ik het überhaupt? Maar meer van... Het is de manier waarop je het zegt. Dus als Plot. je het leuk... Of leuk? Als je het een beetje normaal verpakt en niet ja. zegt... Jij bent fucking slecht. Maar je kan best wel zeggen als je ergens... Als je ergens niet een soort van. Als je echt iets niet chill vindt, weet je mm -hmm. wel. Dus een gas is te ruig geweest. Zo, dan zegt van yo, ik vind het niet chill. Want ik zou sowieso dat niet echt doen bij meiden. Of ja, liefst, of zeker. Ja, dat yo. kan absoluut. Ja, ja. zeker. Dan moet je ook gewoon lekker aangeven dan. Ja, oké. Okay, maar jij meid. Jij moet even lekker um, speeltjes gaan kopen en dingen ja. gaan doen. Ja. Doe dat. En online. Je kan via allemaal die sites en zo. Volgens mij kun je dat gewoon anoniem bestellen. Dus er oh. staat niet. Easy toys op de verpakking, maar kun je het gewoon in een oh, normale dat doos. Dat is een goede tip. Snap je? Okay. Online is your friend. We gaan door naar stom van Bram Kikken. Oh, I love. Even luisteren hoor. Hallo, ik ben Bram en dit vind ik allemaal stom. Wielrenners. Ik kan ze niet luchten, ik kan ze niet zien. Influencers die roepen dat ze het zwaar hebben. Te klamme, hete Nederlandse zomers. Vind ik ook echt stom. En ik ben ook blij dat het weer lekker grijs is en een beetje koud is. Ruiters. Vind ik stom. Heb ik al een keer eerder benoemd, toen ben ik met de dood bedreigd. Maar ik zeg het alsnog. Als je auto automatisch remt oh. als je achteruit rijdt. Want dat heb je al lang gezien dat er iets achter je zit. Maar dan doen ze alsof er een soort kind langs loopt. En dan gaat hij vol in de noodrem. Keermeters die je vergeten bent uit te zetten. vind ik ook stom. Dat je dan een dag later bent. en dan erachter komt dat je 58 euro moet betalen. Ja. Luisterboeken vind ik ook nee. stom. Mensen die helemaal popiopi doen om wijn. vind ik ook. dit heeft iets irritants. drink het gewoon, man. Fransen. Ja, ja sorry, niet. ik vind Fransen stom. Ik vind Grieken eigenlijk ook stom. <laughs> Als je bijvoorbeeld naar de Waldeilanden gaat, dan heb je altijd zo'n hele slome boot. Waarom ja. kan dat niet wat sneller? We leven niet in 1890. Nou, dit was mijn stom. Tot de Bram. volgende keer. I love him so much. Maar die boot is letterlijk mijn, mijn Sorry, kind. Love, dat is I I love I, love ik leef voor die boot. En hij gaat kapot snel, nou, zo ik bedoel. Oh, ik ben er al. Toch? Ik leef voor die boot. Ja, dat, daar begint de vakantie doen. al, toch? Ja. Ik vind dat heel leuk. Ik zo'n broodje bal halen. Ja, zo'n vies klef broodje Gaster. bal en dan een biertje <laughs> en zo. Ja, ik vind het waanzinnig, sorry. Oh, maar wielrenner snap ik wel. En ik weet nog dat het een soort van hype kwam, toch? Op een gegeven moment. Onder onze leeftijd een beetje dat iedereen ging wielrennen. Uh, niet zelf, Als in spinnen. Nee, dat wielrennen. Echt, wielrennen wielrennen buiten. Of in een buiten. klasje buiten? buiten. Nou, dat ze heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik wel. Allemaal mensen die ik ken ja. van vroeger en zo, ja, dan dacht ik echt. Oh, en dan zo'n. Veel te vies strak broekje aan ook. Waar je alles in ziet zitten. Ja, of een kamelto, of, dus of een soort olifantenkop. Ja, dat ziet er toch niet uit. Nee, echt niet oké. Okay. Ik vind wielers ook. Ik vind die Ik vind dat heel grappig. Want ik denk ook echt heel vaak jongens dat de mensen met een soort story gaan maken met jongens. Eh. Ja, ik dat heb na. het zo zwaar. Dat ik denk. Ik oprecht ergens snap ik het. Want ja. er is veel druk. En het ja. voelt als veel druk. Ja. Tegelijkertijd, You're not the center of the world. Dus nee. zeg maar, de wereld staat in de fik. Mensen zijn echt niet zoveel bezig met een ander. Nee. Dat voelt misschien zo, maar dat is niet zo. Nee. En daarbij, je staat niet in de bouw, sorry. Je Letterlijk. bent niet stenen aan het showen. Nee. Je bent niet mensenlevens aan het redden. Nee. Je post de foto van een nieuwe tas. Ja. En daar krijg je voor betaald. Goed geld voor betaald. Ja. Kapot veel geld. It's not that hard, sorry. Nee, ik vind het ook irritant, hoor. Maar überhaupt ik vind het overvind, denken, oh, ik, het oh, wel, ik het sowieso vervelend als mensen zeggen van, ik ben een stila. en ik vind het dan dus ook heel verfrissend als mensen ook zeggen, influencer zelf van. Dus bijvoorbeeld vrienden van mij, bijvoorbeeld Quinty, Missy, John of Duncan Tom... die zeggen ook gewoon, it's not that hard. Ja, Eloise, Ik snap zei het, het ook qua, qua druk. nog ja. Maar it's really not that. Nee. We redden geen levens. It's nee. not that hard. Dat vind ik. Daar hou ik ook wel van. Ja, ik ook. Die andere kant juist even. Ja, eens. En interessant toen wijn. Ja, ik vind het ook oh. vervelend. Maar ik heb ook een soort jaloezie. Dat ik denk, ja? oh my god, ik wil eigenlijk ook heel veel weten van wijn, maar ik heb echt geen fucking idee. Ik kan gewoon eigenlijk. een cursus doen eigenlijk. Hè? Ja, gewoon no, zo zo'n vier weken ja, cursus. Tijd. Elke woensdagavond. Ja, mij ook niet bellen, maar meer nee. van het kan. Het kan. Maar dan zo'n drie-showving die dan in zijn restaurant helemaal een soort van zo. Ja, en zo, n zo n die ruiken. Ronde. En dan. En dan, en dan, en dan, en dan ja. Oh, wat een gezeik. En dan, ja. en dan stel je bent op date en dan iemand dan helemaal zo. Ja, ik zo uit te. En dan denk ik, jezus. Zeg gewoon. Maar is oh ja, jij lekker. nooit druk als, dan, als je dus op date bent of zo? Of met vrienden. Dan, en dan. Ik ga ook altijd een beetje ga dit doen en zo. Nee, ruiken. Maar, dat, maar dat doe ik. Toch? Dus zeg maar, ik doe wel een beetje soort van. Oh ja, oké. Okay. Maar gewoon oprecht omdat ik benieuwd ben hoe ja. ruikt het en zo. En dan, maar ik ga dan. En dan neem ik een slokje, maar dat doe ik niet. Dat ga je niet helemaal, nee. En dan zo weer uittuffen of dan helemaal zo hysterisch zo. Zeg maar, je hebt ja, ruiken snuifen. en je hebt ruiken. Ja, snap ja, je. Letterlijk, ja, letterlijk die wijn op oh. snuiven. Nee, dat trek ik niet. Nee, ik ook niet. Oké, okay, nou, Stijn, dit was hem weer. Dit was hem weer. Yes. Oh my god. Nou, dit gaat echt altijd zo fucking snel. Fucking snel, maar het was weer helemaal leuk en ik heb heel zin in de volgende. Ik ook. Dan gaan we het over een orgasmakloof hebben. Oh god, nou daar gaan we zin in. <laughs> Doei! <laughs> Doei.